Nou, we zitten even lekker aan een bakje thee. Lekker bakje thee. Ik heb lekker een pepermunt-thee. Maar Ro, die heeft wat uitgevonden. Ja. Bij de Jumbo verkopen ze van die gemberen zakjes en waar de gember in zit. Ja, en niet de gewone gestampte gember, nee, echt bladen. Ja. Kijken. Ja, bladeren. Gemberblaadjes. En ik heb eens zo'n heel zakje in mijn kopje gedaan. Dus dat aan Ro even. Kijken hoe dat is. Ik heb wel natuurlijk een aan. En hij vindt het heel sterk. Ja, en Ro die gaat zo meteen mij filmen. Want ik heb een heel klein beetje olijf meegekregen en hummus, volgens mij iets. Ja, sorry, ja. Zoiets. Gommus. Wat? Gommus. Ja, gommus weet ik veel. Wat? Nee, dat was, en dat was iets anders. Geen hummus. Ja. Ja, iets. Ja. Maar omdat wij hopelijk een samenwerking aangaan, mag ik dus gaan proeven en dat gaat rood om te filmen. En ik, olijven. Dank je. Zo, ja. Hier heb ik olijven. Ja. Groene olijven. Dat zit gelijk in zo'n. Nee, ruiken dan. Is vies hoor. Heel vies. Wacht. Nee. Het is interessant voor de hondjes. Nee, precies. Etta. Niet met je snuit. Dat wil ik niet hebben. Zullen we even het lampje aan doen, of niet? Ik denk wel dat het zo goed is qua licht, of niet? Oeh, helemaal oranje. Hè? Mosterd. Mosterd? Mosterd. Oké. Okay. Geur, moet je ruiken. Ja, sorry. Er zit een beetje mosterd in voor mij. Ruikt wel lekker. Ja, dat is hout. Brekertjes. Brekertjes, lekker. Dat vind je neus. Zit er bij, denk ik hoor. Ja, denk ik hoor, precies. Wat hebben we daar? Overheerlijke. Giga groene olijven. Yummy. Ruik maar. Nee, ik hoef niet te ruiken. Ruiken! Ik ruik toch niks. Ruikt naar olijven. Bah. Ja, maar jij, jij moest ook proeven van er. En dus je hebt ook gewoon pech. En dus jij mag ook zo meteen proeven. Ik heb geen challenge aangegaan met haar, hoor. Degelijk wel. Ik dacht het niet. Oké, ik doe hem eerst zo. Ja. Ja, dat had ik al verwacht, zo'n reactie. Ja. Dames! Dat wat minder? Nee. Nee. Hé. Hey. Over. Nee. Ik ga nog eentje doen. Oké. Stief met die kleine zwarte te lekker. Gewoon leren proeven, voor jou. En de tweede, en die is niet meer zo zuur. Zuur? Ja, zuur zoet, ja. Okay. Ik vind ze gewoon bitter vies maken. Ja, normaal ik ook, maar... Weet je nou niet of het met dit moet, of... Ja, het hoort erbij. Je kan het erbij doen, zeg maar. Of erin, weet ik het. Maar ze heeft een heleboel smaken olijven, volgens mij. Ja. Dit zijn de, dacht ik, de standaard olijven. Ja. Zonder ingeweekte oliën.
gewoon even lekker dat ik even proppen. Ja. En deze olijven en deze bakje, ja, volgens mij is het toch iets met hummus, denk ik. Weet ik niet. Dat zou heel goed kunnen. Deze hebben we dus bij, wat? Waar hebben we vandaan? Van de Mall of Netherlands. Olijven bij. Ik vind het gewoon scheet, hè? Goed. En? Wat heb je liever, dit of zwembadjes? Zou het lekker zijn op toast? Gewoon even een vraag. Ja, denk ik wel. Oké. Okay. Ik kan eens pakken. Pak jij de toast? Okay. Ja, gewoon één. En hier nog iemand die heeft ook interesse in olijfjes. Hé, kleine? Nee, ga niet op die bank. Braf. Kap. Move. Goed zo. Daar op de bank liggen. Ook goed. Gewoon even één zo'n dingetje. Ook niet echt handig met een stokje, maar. Ik kan twee stokjes nemen. Gewoon nu op de toast. Ja. Ja. Beter appel op de toast. Oké. Okay. Ja. Beter. Weet dat ook weer. En nou mag jij. Wat mag ik? Proeven. Dat is van spul. Dat is erg lekker. Ja, handig hè, en met de stokje hier. Maar normaal eet ik met twee stokjes. En ook een olijfje. Ja. Ja, nou en? Dan ga je maar over je nek. Proberen. Doe ik ook. Ik vind het niet lekker, maar het is inderdaad leren eten. Hij is verfrissend. En je moet ook niet zo'n grote hap nemen, gewoon kleine hapjes. Je moet het leren eten. Nee. Wel eens lekker. Maar je gaat ook zo'n... Maar je mag ook zo'n olijfje proberen. Ja? Ik denk wel pas in olijfjes. Nou. Ik pas in olijfjes. Oké. Okay. Ga ik het
Dat en dat pak je je ook zelf lekker op peuzelen. Lekker. Helemaal goed. Toch? Ja. Goed hè? Helemaal. Ja, ik wil jullie heel graag bedanken voor het kijken naar de proefvlog van de olijven. Die is sowieso mede mogelijk gemaakt door Jeromomi, als ik het goed uitspreek. Olijves en Grill te Leidschendam. Ik zal de link sowieso hieronder inzetten. En dan zou ik zeggen, dankjewel. En doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en laat een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Doei!